dames en heren, hartelijk welkom. We hebben thema-uitzending vandaag. Thema-uitzending gaat over alcohol. Daar zijn namelijk allerlei wetenschappelijke gegevens over gepubliceerd. Zoals, wat doet alcohol? En nou blijkt dat alcohol via de slokdarm, de maag en de dunne darm in het bloed terechtkomt. En zodra het de hersenen heeft bereikt, dan voelen de drinkers zich in eerste instantie wat licht in het hoofd. En dan worden ze wat vrolijker en spraakzamer doordat de remmingen wegvallen. Maar, en dat wisten we natuurlijk nog niet, drinkers die zien niet meer alles wat er om hen heen gebeurt en zeggen soms dingen waar ze later spijt van hebben. En bij het drinken van meer dan 20 tot 25 glazen alcohol in korte tijd kunnen bewusteloosheid en een ademhalings- en hartstilstand optreden. Nou, daar is nu ook een vereniging voor opgericht hier in Bergijk. AA heet jullie, hè? Zeg ik dat goed? Anonieme alcoholisten. Dat is inderdaad waar. Ja, nou, daar bent u met z'n drieën actief in. Meneer Vleerakkers, meneer Rijmakers en mevrouw Peijdaans, hartelijk welkom. Ja. Van de anonieme alcoholisten. Ja, nou dus niet meer, hè? Oh. Nou, dat is dan helaas. Ja. Kunt u mij vertellen, u drinkt dus niet meer? Nee, ik ben gestopt, want het ging gewoon niet meer. Wat? U ging dingen zeggen waar u later spijt van kreeg? Ja, ik zei tegen iedereen, de meest verschrikkelijke dingen. En dan wist ik me later niks meer van te herinneren. Nee, kunt u daar een voorbeeldje van geven? Nou ja, ik zei bijvoorbeeld, daar ging ik dan bij het asielzoekerscentrum ging ik voor het hek staan en dan riep ik stinknegers. Ja, ja. En had u daar spijt van? Nee, ik wist het niet meer. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend als je dat niet meer weet. Nou, voor mezelf niet, maar ik werd er dus later mee geconfronteerd. Ja. En ja, daar hadden ze op een gegeven moment ook dus videoopnames van. En dan zag ik mezelf tegen dat hek staan. Schreeuwen. Schreeuwen met zo'n fles in mijn hand. Ja. En u mevrouw Paridaans, hebt u ook dingen gezegd waar u later spijt van kreeg? Toen het alcohol via de slokdarm... Ik heb wel het een en ander gezegd, ja. Kunt u daar een voorbeeldje van geven, mevrouw Paridaans? God. Ja, wat heb ik gezegd in het verleden? Ik heb zoveel gezegd. Ja, maar iets waar je specifiek heel erg veel spijt van heeft. Ja, ik heb wel eens hele verkeerde plaatsen iemand iets naar het hoofd geslingerd. Ja, ja. Klootzak of ja, dat soort dergelijks. Ja. Ja. Nu bent u dus op een droogje, hè, meneer Vleerakkers? Ja, ik heb het drinken afgezworen. Ja. U nou geen dingen meer waar u spijt van hebt? Nou, nu niet meer. Nee? Maar tijdens mijn drinkende periode heb ik regelmatig dus ook... Ja, want u dronk 20 tot 25 glazen per dag. Ja. Tot hartstilstand aan toe. Ja, ja. Ik was een liefhebber, ja. Mag ik wel zeggen. Ja. Maar kunt u ook nog een voorbeeldje geven van wat u had gezegd waar u dan spijt van had? Ja, ik maakte eigenlijk iedereen die ik na het drinken tegenkwam, ja. Was voor mij wel een popflikker. Oeh. Ja, ja. Een reetkever. Reetkever. Ja. Zo erg is dat toch niet? Nee. Nou ja, ik vond maar u hebt er spijt van. Ik heb later wel uit diverse reacties begrepen dat men niet altijd op prijs stelde. Nee. Om voor popflikker uitgemaakt te worden. Nee. Ik vind het toch wel grappig. Ja? Popflikker? Ja. Ik bedoel, daar maken ze dan ook zelf naar. Ja. Ja. Dat is een lekker woord om te zeggen. Ja. Kijk, in wezen kan je natuurlijk ook zeggen dat de kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. Ja. Ja. Dus. Ja. 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 Ik vond zelf vroeger het woord darmtoerist altijd fijn. Ja. Om te zeggen, als ik veel gedronken had. God, wat is dat? Dat is ook een popflikker. Dat is ook een popflikker, maar een ander woord. Ja. Ja. Och, lekker goeie bruin leven, wat zullen we ervan maken? We zingen van de kleuren van de regenboog. Och, lekker limmeneren, wat zullen we hem raken? De wilde in mijn wereld wordt weer hemelhoog. Ik telde mijn geld nou in een bruin café, alles in mijn tas en in mijn portemonnee. Maar ja, het was allemaal weer leeg. Ik zou er haast hem kunnen janken. Ik moest me de muziek doen maar een biertje zien te verdienen. In zo'n dingen zei ik dan staan en zing altijd hetzelfde liedje.
Och, lekker goeie bruin leven, wat zullen we ervan maken? We zingen van de kleuren van de regenboog. Och, lekker limmeneren, wat zullen we hem raken? De wilde in hem wereld wordt weer himmeloos. Nee. Nou, u drinkt dus niet meer? Dat moet toch wel verschrikkelijk saai zijn dan eigenlijk? Nou ja, er is wel een soort grijstinten in mijn leven zijn er neergedaald, ja. Ja. Het zal nooit meer zo zijn zoals het was. Nee. Van lekker drinken en dan... En dan lekker die roes en de gezelligheid. En dan maar zeggen wat je voor de mond komt. Ja. En eventueel daar later spijt van hebben, maar nou ja, dat nog zien. Dat neem je dan op de kop toe, maar... Het maar is wel, misschien is het nu wel erg omdat je ieder moment van de dag bewust bent dat je er bent. Ja, hier in Bergijk. Ja, en dat is natuurlijk. Ja. En dan kijk je weer eens om je heen en dan. Is toch even een klap. Krijg je een verschrikkelijke dorst. Ja. Ja. Wat doe je dan? Wat, ja, niet dus. Niet? He, niet. Nee, niet. Ik ben niet helemaal gestopt hoor. Nee. Nee. Nou, ik dus eigenlijk ja, ook niet. Ja, nee. God, ja, stoppen. Je neemt af en toe. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. En, wat ja, is onmenselijk om te vragen? Helemaal van, stoppen kan nooit. Nee, en als je stopt, en als je dan gestopt bent, dan na een jaar kan je geen lid meer zijn van deze gezellige club. Ja, dus dan komt u bij elkaar en dan trekt u lekker een flesje jou, open van ja, tegen. Dan, ja. Iedereen neemt dan een fles mee, ja, van sterk of natuurlijk. Wie er dan aan de beurt is, die neemt een lekkerste dingen mee. Ja, maar vaak hebben wij dan in onze kring, dat is meer de hoek van Eikerend. En wij hebben dan grote flessen mee. En ja. Wij stoken ook zelf thuis. En nemen we van die jerrycans mee. Ja. Met 70% ethanol. Ja, en verbinding is dat. Ethanolverbinding. Ja. En een trechter. Dat drinkt u dan. Dat drinkt u dan? Nee, het is eigenlijk geen drinken. Het is meer bij elkaar naar binnen gieten. Dan bereiken wij een bepaalde staat. En dan gaan we dingen roepen tegen elkaar. Zoals poepflikker. En reetkever. En stinkneger. Ja. En hoe vaak komt u bij elkaar? Iedere dag. Nou, iedere werkdag. Want in het weekend moet je een beetje... Je hebt ook nog een gezin thuis. Dan komt u iedere dag bij elkaar. En dan is het de slemp. Nee, eerst moet je zeggen, en dat is heel belangrijk bij de AA, dat je in een kring moet staan. Dan moet je om de beurt opstaan. En dan moet je zeggen, ik ben chef Vleerakkers, ik ben alcoholist. Ja. En dan tanken ze hier vol. Ja. En is de volgende aan de beurt. En die maar zegt dan... Het onder ogen zien is in wezen de eerste stap in het genezingsproces. Ja. Ja. Dat je alcoholist bent. Echt vooruit. Ja. Dat zijn we allemaal. Dus ja. Je komt, dat kunnen we allemaal zeggen. Je gaat staan, je komt er vooruit. Ja. En dan ga je drinken. Dan ga je drinken. Ja. Tot een bepaalde bewusteloosheid. Of hartstilstand. Enige. Ja, dat is natuurlijk het ideaal. Hartstilstand. Maar je hoopt jezelf ooit een keer naar zo'n hartstilstand te drinken. Je eigen dood te drinken. Ja. En maar heel vaak word je de volgende dag dan toch weer wakker en denk je, niet gelukt. Niet gelukt. Niet gelukt, ja. En dan, Ja, dat is natuurlijk een kwestie toch van volhouden. En het is natuurlijk ook financieel voordeel dat wij van de AA natuurlijk kortingsbonnen hebben bij de slijter. Oh ja, krijg je korting. Ja. Ja hoor. Op alles. 15% op sterk en 7,5% op licht. Ja, dacht ik. 15 en 7,5. Ja, dat is misschien toch wel interessant voor de mensen die veel drinken om te weten. Dat is lid worden van de AA. Geeft korting. Ja. Geeft korting bij de slijterij. En onderling heel veel drinken en geeft gewoon niet zoveel gezeik aan je kop. En er wordt zelf gestookt. Ja. We stoken ook zelf. En dan hebben we recepten, die wisselen we uit. En we komen bij elkaar thuis stoken. Maar je moet wel, de trechters, daar wordt voor gezorgd. Maar de pullen waar het in komt, moet je zelf mee. Zelf mee. Met je naam erop. Of... Al wel de naam erop zetten. Ja. Beierse pullen. Van die Beierse pullen. Die grote Beierse. Ja, volsterke handigste. Noord-Duitse drinken. Ja. Van die kleppen erop. Die met je duim zo opendrukt. Ja. Die dingen. Ja, ja. Of met een wapen. Met een wapen. Of Duits wapen. Ja. Beierse wapens. Ja. Maar we draaien ook. Ja, Beierse muziek. Ja. Westfalen. Ja. Dus, ik zou zeggen. Ik wil heel graag ook lid worden. Ja, je bent van harte welkom. Ja. Iedereen is van harte welkom. Ja. Ja. Mevrouw Paridaans, u bent de enige vrouw in het gezelschap? Ja! We mogen je graag bij hebben hoor. Ja. Nou, zo ziet u, zo kan de strijd tegen die vreselijke aandoening die alcoholisme heet, toch op een vrolijke manier. Het is wel, en dat is vooral, het is een duivel waar je vroeg mee moet beginnen. Ja. Ja. Dat is duidelijk. Dat begrijp ik heel goed. Nou,
U kunt allemaal binnenkort het adres hier ophalen bij Radio Bergijk van de anonieme alcoholisten. Lid worden. Zit daar nog kosten aan verbonden? Nou, of is het gewoon meenemen van de weet drank? Weet ik niet meenemen. Precies. Maar ik dacht iets van €2,70. Ik weet niet helemaal meer. Doet er niet toe. Nee? Doet er niet gezelligheid toe. Staat voorop. Oké. Okay. Mm-hmm. Nou, dan gaan we er eentje op drinken, zou ik zeggen. Ja. Zullen we naar Beeks gaan? Ja. De vraag stellen. Is een bal. Is een antwoord. Dames en heren, tot zover zo deze... sterk spul. Uitzending. Ja. Sterk spul. Ik had zo'n klein flesje... methyl alcohol. Ja, dat ruikt nogal... Polpaan. Ja, ik ga ook wel eens aan de butengasfles hangen. Is dat hetzelfde effect? We gaan mee. Nou, dames en heren, dat was... ik dank heel hartelijk de anonieme alcoholisten. Meneer Vleermakers, meneer Raarmakers en mevrouw Paridaans. En tot zover deze thema-uitzending. Meneer Rijmakers, als u weer wakker wil worden, gaan we naar Beeks. Kunt u misschien wakker worden?